Literatuur staat nooit los van de wereld die het beschrijft. Door het beschrijven oefent het namelijk ook invloed uit op hoe we de wereld zien en ervaren. Dat kan op een positieve manier als een verhaal indruk maakt. Maar sommige mensen kunnen zich hevig storen aan een boek of een tekst zelfs als een gevaar zien. De geschiedenis van de literatuur kent dan ook vele verboden boeken. Een opvallende literaire gebeurtenis uit de 20e eeuw is het proces waarin schrijver Gerard Reve werd beticht van godslastering. Een proces dat de geschiedenisboeken is ingegaan als het ezelproces. Reve schreef zelf een pleidooi dat veel indruk maakte en dat je vervolgens weer als literatuur kunt zien. In deze video bespreek ik de aanloop naar de rechtszaak. Het ezelproces dankt zijn naam aan de twee tekstfragmenten die tijdens de rechtszaak centraal stonden. Het gaat om fragmenten uit twee verschillende teksten van Gerard Reve met de overeenkomst dat in beide fragmenten de ik-persoon, waarin je de schrijver kunt herkennen, een fantasie beschrijft waarin hij seksuele handelingen verricht met God in de vorm van een ezel. De directe aanleiding was de tekst die Reve publiceerde in 1965 in het tijdschrift Dialoog, een tijdschrift voor homofilie en maatschappij. In een periode dat er nog een taboe heerste op homoseksualiteit, had dit tijdschrift tot doel om te laten zien dat homofilie net zo gewoon was als heterofilie. Het genre van de briefvorm was sinds enkele jaren het handelsmerk van Gerard Reve geworden. En in het eerste nummer van Dialoog publiceerde hij Brief aan mijn bank. In deze brief, gericht aan zijn bank, stuurt hij vanuit Spanje het verzoek om geld over te maken, om vervolgens op een voor Reve kenmerkende wijze uit te weiden over zijn omgeving en over vertederende dieren als de stier en de ezel. Als God zich opnieuw in de levende stof gevangen geeft, zal hij als ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd en geranseld. Maar ik zal hem begrijpen en meteen met hem naar bed gaan. Maar ik doe zwachtels om zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg als hij spartelt bij het klaarkomen. Enkele gelovigen en politici hebben moeite met deze tekst. En een dominee en een pater laten in hetzelfde tijdschrift weten dat ze deze tekst als opzettelijk grievend en kwetsend zien richting de gelovigen. Reve pareert de kritiek door te stellen dat hun verontwaardiging vooral gaat over de door hem beschreven fantasie. Maar dat wanneer God ooit zal incarneren, dat welke gedaante hij dan aanneemt en met wie die wel of niet naar bed zal gaan, dat dat toch echt zijn eigen keuze is. En niet die van Reve, laat staan die van andere gelovigen. En de schrijver doet er zelfs nog een schepje bovenop door zich ook nog te bekommeren over de seksuele escapades van Gods zoon, Jezus. Veel mensen wensen zich hem voor te stellen met veel te lang in het midden gescheiden, brillantine doordrenkt haar. Gekleed in witte jurk met afgeborduurd halsje en liefst zonder geslachtsdelen of, in ieder geval, zonder seksueel verkeer. Voor mij echter heeft de Zoon van God heel behoorlijk geproportioneerde geslachtsdelen gehad, die hij stellig niet heeft laten roesten. Ik stel me hem als biseksueel voor, zij het met een overheersend homoseksuele voorkeur. Licht neurotisch, maar zonder haat jegens enig schepsel, want God is de liefde die geen enkel schepsel buiten zich kan sluiten. Het tweede fragment dat een rol gaat spelen tijdens het ezelproces komt uit het brievenboek Nader tot U, dat in januari 1966 verscheen. In het boek staan brieven en enkele geestelijke liederen, waarin Reve constant het triviale en het seksuele combineert met het religieuze. Voor wie ik zing en dans, zolang het u belieft en blijft behagen. Maar al twee maanden eerder was er ophef ontstaan bij een voorpublicatie in het tijdschrift Tirade van Brief uit het Huis genaamd Het Gras, waarin wederom God als een ezel incarneert als de schrijver eindelijk een boek heeft geschreven dat alle andere boeken overbodig zou maken. Een moment om te vieren. En God zelf zou bij mij langskomen in de gedaante van een eenjarige muisgrijze ezel en voor de deur staan en aanbellen en zeggen: Gerard, dat boek van je, weet je dat ik bij sommige stukken gehuild heb? Mijn Heer en mijn God, geloofd wezen uw naam tot in alle eeuwigheid. Ik houd zo verschrikkelijk veel van u, zou ik proberen te zeggen. Maar halverwege zou ik al in janken uitbarsten en hem beginnen te kussen en naar binnen trekken. En aan geweldige klauterpartij om de trap naar het slaapkamertje op te komen, zou ik hem 3 keer achter elkaar langdurig in zijn geheime opening bezitten. En daarna een presentexemplaar geven, niet gebrocheerd maar gebonden, niet dat gierige en benauwde. Met de opdracht voor de oneindige.
zonder woorden. De heer Van Dis, Tweede Kamerlid namens de gereformeerde SGP, vroeg het kabinet de schrijver aan te klagen op basis van de tekst in het tijdschrift Dialoog. Deze Van Dis vond de tekst van Reven godslasterlijk, immoreel, bestiaal en satanisch. En hij beklaagde zich met de wet in zijn handen, want in het Nederlands wetboek stond sinds 1932 een artikel waarin het verboden werd om je door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uit te laten. Maar dit artikel, waarmee in de jaren 30 de protestante gemeente moest worden beschermd, was pas 5 keer daadwerkelijk gebruikt door justitie en 3 keer werd er een lage boete uitgedeeld. Een partijpolitieke wet die in de jaren 60, wanneer de religieuze zuilen in Nederland beginnen af te brokkelen, toch ook al enigszins verouderd is. En daarnaast zijn smaling en krenking lastig te bewijzen. Het leek er daarom op dat de tekst van Reven geen rechtszaak zou opleveren. Waren het niet dat de schrijver zelf er bij de officier van justitie op aandrong om de rechtsgang door te zetten en om ook het fragment uit Nader tot U erbij te betrekken. Reven wilde niet te boek staan als godslasteraar, een verwijt dat hij vaker kreeg. Hij wilde ze gelijk halen en wellicht zag hij ook de commerciële mogelijkheden van een rechtszaak. Veel aandacht voor hem als schrijver zou zijn boekverkoop kunnen stimuleren. En wellicht zou de christelijke bevolking zijn boeken dan ook een keer een kans geven. En dan moet jullie aan papa en mama maar vertellen dat ze die mooie grote mensenboeken die ik geschreven heb moeten kopen. En zo werd de literatuur van Reven als het ware de werkelijkheid ingetrokken. De fantasie van een als ezel gerekeneerde fictieve god zou daadwerkelijk het middelpunt gaan worden van een rechtszaak. Met een climax in 1968 met de uitspraak van het gerechtshof. In hoger beroep zou Gerard Reven zichzelf gaan verdedigen met een pleitrede van bijzondere kwaliteit die niet zou misstaan in een biografische Hollywoodfilm. Een pleitrede waarmee Reven literaire geschiedenis zou schrijven. Maar daarover meer in de volgende video.